In het rapport staat dat de machinist die bij het ongeluk om het leven is gekomen, bij een medische keuring een symptoom van een hartkwaal bleek te hebben, maar er is geen vervolgonderzoek gekomen. Onderweg naar Barendrecht heeft de man 2 noodstops gemaakt. De verkeersleiding heeft daarop niet gereageerd en de machinist kon gewoon verder rijden. De Partij van de Arbeid en de SP in de Tweede Kamer zeggen geschokt te zijn. En niemand die vervolgens even een belletje heeft gedaan naar de machinist om te vragen hoe het gaat, wat is er aan de hand? En dat vind ik wel opmerkelijk, want ik begrijp niet dat het zomaar kan. Het mag absoluut niet zo zijn dat we even de schuld op een machinist gaan afschuiven, want het is een samenspel met de verkeersleiding. Ik ga ervan uit dat we in Nederland een systeem hebben waarin de verkeersleiding uiteindelijk het laatste gezag is naar treinen toe. Dan kan het gebeuren dat iemand in de verkeersleiding een menselijke fout heeft gemaakt, dan moeten we dat horen. Maar wat burgers horen te weten, is het systeem veilig, kunnen we erop aan. En dan weten we allemaal dat er eens een keer iets fout kan gaan, hoe tragisch dat ook is. Maar we moeten er wel vanuit kunnen gaan dat die verkeersleiding ingrijpt als het nodig is. De Partij van de Arbeid in de Tweede Kamer wil ook weten hoe de medische keuring van de man is verlopen. Hoe gaat het met die medische keuring? Hoe kan dat? Wordt er streng genoeg getoetst? Of is daar misschien een slager geweest die zijn eigen vlees aan het keuren is? Van, hup, we hebben een machinist nodig, zet hem maar op de bok. Dat moet dus ook moet de minister duidelijk maken. Is dit een incident? Dan moet dat incident goed bekeken worden en ter plekke aangepakt worden. Maar wij ervoor zijn in Den Haag om met de minister afspraak te maken dat soort dingen gewoon in principe niet kunnen voorkomen. De Onderzoeksraad voor Veiligheid stelt in het voorlopige rapport ook dat de vorige minister van Verkeer en Waterstaat, Camille Eurlings, fouten heeft gemaakt. Hij heeft de spoorbedrijven niet voldoende gecontroleerd of ze wel genoeg hebben gedaan om het negeren van een rood sein te vermijden. Een beetje het gevoel dat de vorige minister daadkrachtig was en spierballentaal waar het om het asfalt ging. Maar wat minstens zo belangrijk is, zo niet belangrijker, willen we dit land nog een beetje in beweging houden, zodat het natuurlijk goed op het spoor wordt geregeld. En ik heb gisteren ook tegen de minister gezegd van, denkt u er wel om, het spoor is minstens zo niet belangrijker dan het asfalt of die ene spitsstrook die u nog wilt opendoen. Wat betekent dit nou voor de rol van ProRail wat u betreft? Op het moment dus dat zo'n rapport naar voren komt met die keiharde conclusies, dan is dat volgens mij een extra argument om een snel vaart te maken en ervoor te zorgen dat ProRail zeg maar onderdeel wordt van het ministerie van Infrastructuur.